Volgende week donderdag, dan is het 18 juni en dan is exact 200 jaar geleden, is het exact 200 jaar geleden dat de slag bij Waterloo een einde maakte aan de heerschappij van Napoleon. Dat is oud nieuws, zult u zeggen. En dat is het ook. Maar dat alles is te danken aan de rol van 66 Arnhemmers. Zonder hen was het nooit gelukt. En dat is nieuw nieuws, lijkt mij. Nou, of dat eigenlijk wel klopt wat ik nou zeg, en hoe het precies zit, dat hoort u van onze eigen historicus Onno Boonstra. Dank je. Dames en heren, ik ga iets heel onbeleefds doen. Ik ga mijn rug naar u toekeren en ik ga even naar het apparaat dat daar staat, want ik ga namelijk een Skype-verbinding maken met het slagveld bij Waterloo. Ik maak contact met Robert Smit. Hij is... is het lukte. Dames en heren, mag ik me voorstellen aan Robert Smith. Hij is kennelijk gearriveerd in Lille, in zuiden van België, wat toen de tijd de zuidelijke Nederlanden waren. En Robert, wat doe je daar? Nou ja, we zijn nog niet in Lille, helaas, wegens de file op de Belgische Lille. Er was heel wat file in die tijd, met name van de Fransen en de Pruisen hebben begrepen. Maar wat gaan jullie doen? Deze weekend worden we tegen de Franse vechten in Lille. Dat was 16 juni 1815. Dezelfde dag dat de 5e militie in Cachabra heeft gevochten. Er is geen reenactment van Cachabra. Dus dan vechten wij met de Pruisen mee deze keer in Lille. En dan volgende weekend is er in Waterloo, de daadwerkelijke reenactment van de slag bij Waterloo, waar de 5e militie ook zwaar heeft gevochten. Oké, okay, dus jullie vechten nu met de Pruisen mee. Je weet dat dat gaat niet lukken, hè? Nee, vandaag gaan we verliezen, dit weekend gaan we verliezen, maar we weten dat volgende weekend gaan we winnen. Oké, dankjewel. Zeg, ik ga over naar Robin Meuleman, die is in voorornaad, staat hij hier. Dankjewel voor je mededelingen en ik ga dan zo verder met het programma. Dankjewel. Als je de microfoon bij je mond houdt, dan kan iedereen het horen. Wat was dat voor bataljon? Het 5e bataljon Nationale Roetinaar. Ja. Ik kan niet praten, dus een ding, sorry. Het 5e bataljon Nationale Militie, landmilitie ook wel genoemd. Was een infanterieeenheid. Dat, zoals iedereen al heeft gehoord, gevocht bij Waterloo en Quatre Bras. Daar hebben wij de Franse cavalerieaanval en de Franse infanterieaanvallen afgeslagen. Ja, dat verhaal zal ik zo gaan vertellen. En misschien kan jij dan, als het nodig is, wat aanvullingen geven als ik de dingen niet goed vertel. Is het oké? Okay? Goed, helemaal goed. Dan vraag ik aan Jan om de PowerPoint te starten. Dames en heren. In Velp, het verhaal heet 66 Arnhemmers en de overwinning op Napoleon. Of die 66 Arnhemmers daadwerkelijk Napoleon hebben verslagen is even de vraag. Dat zult u aan het einde te horen hebben gekregen. Ik begin met het volgende plaatje. Ik heb hier trouwens een ding waarmee ik dat zelf kan doen. Hier. In Velp, op Daalhuizen, staat een gedenkteken. Aan de voorkant zit een plaquette met de tekst aan de jonge held Willem F. Geulper van Oranje en al zijn de brave wapenbroederen van 1815 toegebe. Het lijkt wel een Twitterbericht, hè, met maximaal 140 tekens. Maar of het geld was op, dat kan natuurlijk ook. Maar er staat dus aan de jonge held Willem Frederik Georg Lodewijk, prins van Oranje Nassau en al zijn brave wapenbroeders van 1815 toegewijd. En u kent namelijk, denk ik wel, het verhaal van onze prins van Oranje die aan zijn schouder gewond raakte tijdens de slag bij Waterloo. Maar daarover wil ik het niet hebben. En ik wil het ook niet hebben over al zijn brave wapenbroederen uit die tijd. In 1815, dat waren er 30.000. Nee, ik wil me beperken tot één
klein bataljon, en de bijzondere geschiedenis daarvan, namelijk het bataljon, het vijfde bataljon van de landmilitie. Nog geen 600 soldaten. Het bataljon dat door vriend en vijand wordt beschouwd als het meest vermetele, het dapperste en het stoutmoedigste regiment van de legers die Nederland in die tijd op de been heeft gebracht. En dat doe ik niet omdat ik zo gek ben op al die krijgsverhalen, maar omdat het maar bij weinigen bekend is dat dit bataljon een Gelders bataljon was. Dat was gelegerd in Arnhem en waar dan ook veel Arnhemmers, 66 in totaal, deel van hebben uitgemaakt. Dat ding doe ik toch niet helemaal perfect. Dan vraag ik aan Jan om toch een bijdrage te leveren. Oké, hoe zat dat precies? Nou, daarvoor moet ik teruggaan naar 30 november 1813. U weet, op die dag werd Arnhem bestormd door de Pruisen en kwam op het strand van Scheveningen Willem I aan. Al snel na die gebeurtenissen werd begonnen met het inrichten van een Nederlands leger. Eerst hoopte men dat te doen met vrijwilligers, maar al snel bleek dat de Nederlanders daar niet zo voor te porren waren. Dus werd er dienstplicht ingevoerd en werden alle ongehuwde Nederlanders, mannen tussen de 17 en de 45, opgeroepen om zich te melden. Ook dat ging niet van een leien dakje, maar hier in Gelderland, in het militiedistrict Arnhem, lukte dat vrij aardig. Het vijfde bataljon landmilitie, dat speciaal bedoeld was voor soldaten uit dit district, raakte vrij snel gevuld met dienstplichtigen of met remplaçanten, want je mocht als je wordt opgeroepen je laten vertegenwoordigen door iemand anders, en met vrijwilligers. En we kunnen precies zien wie dat allemaal waren, want hun namen staan vermeld in het volgende plaatje, het stamboek van de onderofficieren en manschappen van de mindere graden van het 5e bataljon infanterie landmilitie. En zo zien we in het stamboek bijvoorbeeld de naam van Jan Rut, nog een keertje van de Brink. Nummertje 9 is dat. Die komt uit Arnhem, zijn vader heet Evert van de Brink, zijn moeder heet Johanna Perens en hij is geboren in Arnhem op 11 juli 1791 en woonde in Arnhem en is dus op die manier bij het leger gekomen. Een andere die ik zou kunnen noemen is de volgende. Er staat dan van Rut van der Brink tot de landmilitie geroepen in het jaar 1814 uit het militaire district Arnhem, kanton en gemeente Arnhem en heeft bij de loting gekregen nummer 36. Hij is dus ingeloot en is dienstplichtig soldaat geworden in het leger in het 5e bataljon landmilitie. De volgende die ik noem is Benjamin Lohman, die staat daaronder. Benjamin Lohman komt ook uit Arnhem, heeft ook in Arnhem gewoond, is in 1793 geboren en, dat kan de volgende plaatje zien, is tot de landmilitie geroepen in het jaar 1814 uit het militaire district Arnhem, kanton Arnhem, gemeente Arnhem, bij de loting getrokken nummer 24, plaatsvervanger van Jan Mos, wonende te Arnhem. Hij is dus een plaatsvervanger, een remplaçant, die Benjamin. En de laatste die ik noem is de volgende, dat is Dirk Wagenaar. Zijn vader heet Jan Wagenaar, zijn moeder heet Aaltje Heising en hij is geboren in Arnhem, maar staat niet bij wanneer, maar ik weet toevallig dat dat is op 26 juli 1797, dus hij is nog geen 17, als hij op 18 maart 1814 wordt aangesteld als vrijwilliger en wel als pijper van het bataljon. Zij is degene die de signalen moet geven voor de aanval en voor de verdediging. In totaal waren het dus geen 3, maar 66. Totaal waren het ook ongeveer 500 à 600 soldaten die zich in dat bataljon aangewezen waren en die uiteindelijk gingen vechten tegen Napoleon. Dat bataljon had zijn kazernes in Arnhem. Nou ja, ze hadden geen kazernes, want de kazernes zaten nog vol met Pruisen. Maar ze kregen een paar huizen aangewezen waar ze konden bivakkeren. En ze kregen ook officieren. En die officieren dat waren allemaal oude veteranen die nog in 1795 tegen de Fransen hadden gevochten. Samen met Willem V, de stadhouder. En dat waren dus allemaal oude knakkers die eigenlijk niets meer wisten van moderne oorlogsvoering. En dus was het maar goed dat in de loop van de 1814 honderden Nederlandse officieren die in het Franse leger hadden gediend, naar Nederland terugkeerden en direct bij de Nederlandse krijgsmacht werden ingelijfd. En zo kwam ook eind december 1814 een echte goede commandant bij het bataljon, luitenant-kolonel Westenberg.
En die had nog tot april 1814 nog de Franse belangen verdedigd aan de kust van Frankrijk. En ook op het lagere niveau, die Rut van den Brink, als je dat even ziet, Jan. Daar staat dan, eentje terug, als het kan. Je kan misschien niet goed lezen, maar dat was ook iemand die uit het Franse leger was gekomen. Hij was vrijwilliger geweest in het Franse leger. En daar staat bij het 24e regiment Franse jagers te paard, als jager, 3 jaar daarvan gedeserteerd, de 6e januari 1814. Dus hij is ook uit Frankrijk gedeserteerd en is naar Nederland gekomen en 2 maanden later is hij in dienst gegaan van het Nederlandse leger. En je ziet dan maakt hij ook direct een enorme carrière. Op 4 maart wordt hij aangesteld als fusilier, op 21 maart als korporaal en op 6 april als sergeant. Kortom, een snelle carrière kan je niet bedenken. Oké, volgende plaatje. In mei 1814 verliet het 5e bataljon Arnhem en ging naar Breda. En daarna ging ze naar de zuidelijke Nederlanden. En dat werd in 1815 bij het verdrag van Wenen werd dat toegewezen aan Nederland. En werd het dus het Koninkrijk van de Verenigde Nederlanden. En toen werd het 5e bataljon naar het zuiden van Nederland gestuurd. En daar waren ze toen opeens wat Napoleon van ballingschap weer terugkeerde en Frankrijk weer in ging lijven. De spanning steeg snel. De Engelse en de Pruisische legers, in totaal 200.000 man, werden naar de zuidelijke Nederlanden gedirigeerd, waar die Nederlanders ook al waren. En de geallieerden wisten dat er een grote legermacht van de Fransen langs de Belgische grens lag. Maar ze wisten niet of dat bedoeld was als een aanvalsmacht of als een verdedigingsmacht. En ze lagen dan ook, Jan, nogal verspreid die legers door heel België heen. De rode, dat zijn de Engelsen, de gele, dat zijn de Duitsers en die lagen dus wat verspreid over heel België heen. De Fransen lagen ook verspreid langs de grens met België, met de zuidelijke Nederlanden. En maar opeens in de ochtend van 15 juni, in 14 juni waren de Fransen, hadden ze hun troepen samengetrokken vlak onder Charleroi. En op 14 juni in de ochtend, Jan, gingen ze de grens over en verdreven de Pruisen die in Charleroi zaten. De geallieerden waren desondanks dit wat ze al vermoeden toch erg verrast. En het ging behoorlijk fout. Zoals je ziet werden dus de Pruisen verdreven naar het oosten. Het was ook het plan van Napoleon om ze verder te verdrijven naar het oosten. Als dat gebeurde, was dat opeens de weg naar Brussel, wat hier naar boven staan, was vrij. En het was ook iets anders. Het was de bedoeling van de Engelsen en de Pruisen om, als een van die legers werd aangevallen, om ze dan zeg maar, samen te komen en samen met die 200.000 man tegen de Fransen te gaan strijden. Maar als er een weg werd gedreven tussen de Duitsers en tussen de Pruisen en de Engelsen, dan was dat probleem, was er een groot probleem ontstaan en kon dus die samenvoeging van die twee legers niet tot stand worden gebracht. Dus Jan, toen Charleroi was ingenomen, moesten dus als de Wiede Weerga, moesten de legermachten van de Engelsen en van de Nederlanders naar het oosten worden gedirigeerd. De legermachten die het dichtstbij waren, dat waren de Nederlanders, die zaten ergens in de buurt van Nijvel en in de buurt van Mons. Je ziet de Mons staat, Bergen, en Nijvel, dat zet het pijltje op. Dus een deel van de Nederlandse troepen werd naar het oosten verplaatst en die waren dus als eerste bij het plaatsje Quatre Bras en met de bedoeling om daar de Fransen, die wellicht zouden opstomen, die weg wilden drijven tussen de Engelsen en de Duitsers, om dat tegen te houden. Ja, Jan? Dit is Quatre Bras. Het lijkt hier niet dat Quatre Bras betekent een kruispunt. Je ziet, het lijkt alsof hier geen kruispunt is, maar dat is er wel. Dit is de weg van Charleroi, die zie je, dat ligt hier aan de zuidkant, en Brussel aan de andere kant. En daartussen doorloopt een weg van Nijvel links naar Namen rechts. Als je een modern plaatje ziet, Jan, dan zie je nog dat diezelfde boerderij er is. En dan zie je beter dat dat echt zo'n echte Belgisch kruispunt is. Waaruit je kan begrijpen waarom er zoveel doden vallen op de Belgische wegen. Maar goed, nog een plaatje Jan, geloof ik. Ja, Waterloo is dus die kant op. Goed, gaan we door.
Dus in de volgende ochtend, op 16 juni, gebeurde precies wat men wel enigszins vermoedde. Het leger van de Fransen splitste zich in twee gedeeltes. Een groot gedeelte ging de Pruisen achterna om ze weg te drijven naar het oosten. En een iets kleiner gedeelte ging naar het noorden om die weg te drijven tussen de Engelsen en de Pruisen. En die weg die stond dus onder leiding van Maarschalk Ney, een ontzettende ijzervreter. Die al jarenlang, decennia lang de vertrouweling van Napoleon was geweest. Dus als een geduchte legermacht. Met zo'n 15.000 soldaten, 1500 cavalerie als ik niet vergis, en een reserveeenheid van 20.000 man. En daar stonden dus een paar Nederlandse bataljons tegenover. Volgende plaatje, Jan. Het waren er een paar en eentje heb ik uitgelicht, dat is die met dat blauwe dingetje eromheen. En dat is het 5e bataljon landmilities. Die waren dus als eerste zeg maar in de buurt van Quatre Bras. Er was ook het 27e bataljon jagers. Robin, klopt dat? Was er ook het 27e bataljon jagers? Dat klopt, het 27e bataljon jagers. En dan links had je de die naar die bossen gingen, dat waren het 7e of 8e bataljon. Het 7e bataljon linie van de infanterie. Dank je. Ja. Nou, je ziet het, Jan. Die ochtend werd gebruikt om stellingen in te nemen. Het 7e bataljon verstopte zich in die bossen. Het 27e ging recht, ging zeg maar vanuit Quatre Bras gezien linksaf, daar in de heuvels. En langs de straatweg van Charleroi naar Brussel stond dus het 5e bataljon landmilitie gepositioneerd. En dit zijn ook sterretjes, maar dat waren batterijen, kanonnen die daar stonden om de Fransen tegen te houden. Wat gebeurde er vervolgens? Jan, daar komen de Fransen. Er waren wat gemutselingen geweest in de ochtend, maar toen kwamen ze echt. En ze wisten vrij snel die kanonnen onschadelijk te maken, althans, die moesten terug naar richting Quatre Bras. Dus ze gingen door. Op dat moment zie je dus dat het 5e bataljon in de voorste linie komt te staan. Ze zijn de eerste die zeg maar, de Fransen zouden moeten tegenhouden. Nou, wat er dan gebeurt, dat ga ik nu vertellen. Het 5e bataljon komt in de frontlinie te liggen. En daarop besluit luitenant-kolonel Westenberg om naar voren te trekken. Om te verhinderen dat de hoeve, Géniocourt, die daar ziet liggen, verhinderen dat die in handen komt van de Fransen. Want zo'n hoeve, ik weet niet of er een plaatje van is, ja, dat is deze, hij is ook nog steeds. Het ziet eruit als een fort. En als je het eenmaal in handen hebt, dan kan je dat heel goed verdedigen. En kan je van daaruit dus aanvallen proberen uit te voeren. Dus hij zei van, laten wij als eerste proberen die boerderij te pakken te krijgen. En zo geschiedde. Dat leidt tot een zwaar gevecht, waarbij veel doden en gewonden vallen. En hier is een plaatje van gemaakt, wat hier te zien is. En je ziet ook, die boog is dus precies de boog van die boerderij. Het leidt tot een zwaar gevecht waarop veel doden en gewonden vallen. En uiteindelijk delft hier het 5e bataljon het onderspit en moet zich terugtrekken. Maar nog steeds staat het volgende plaatje, Jan, het 5e in de frontlinie. En nu kregen ze het nog zwaarder te verduren. En ik citeer het volgende plaatje. Sterke infanteriekolonnen, door tirailleurs vooraf gegaan, rukten tegen het centrum der stelling op. En de prins van Oranje, die was opeens gearriveerd, had zich dadelijk in persoon naar dit punt begeven om door zijn tegenwoordigheid en door zijn voorbeeld de soldaten van Westenberg aan te moedigen. En nu mochten hier vele hunner getroffen worden door het vijandelijk lood, nu mochten de Fransen meer en meer terrein winnen en zelfs ten laatste het bataljon tot achter de hoeve terugwerpen, orde en bedaardheid bleven al de bewegingen kenmerken van het 5e militie. De Fransen vermochten dan ook niet enig blijvend voordeel te krijgen. Westenberg gaat op zijn beurt tot aanval over en de vijand die Géniocourt reeds achter zich had, wordt teruggedrongen en het 5e militie komt weder voorwaarts van die hoeve in stelling. Maar weldra, draagt nu een nieuwe vijand op, een meer gevaarlijke. De maarschalk Ney, ziende dat zijn infanterie geen afdoende uitkomst bevechten kan, had besloten zijn cavalerie in werking te brengen. En hij geeft aan zijn kurassiers bevel tot opmars en gelast aan zijn artillerie hun pogingen te ondersteunen. Daar ziet, volgende plaatje, daar ziet
men op enige afstand, ja, daar zien we op enige afstand een ruiterdrom zich in beweging stellen. Hij nadert in draf de Nederlandse slaglinie. Ogenblikkelijk wordt op de straatweg de gesloten kolommen geformeerd en naar alle zijden front gemaakt. De geweren worden geveld en de slaghanen gespannen. Weldra davert de grond van het geweld der aanrukkende cavaleriemassa. Zij rent aan op de vijfde militie. Maar Westenberg, altijd kalm en bedaard, laat ze naderen tot binnen de 100 passen. En toen klinkt luide en duidelijk, voor de flank naar de vijand gekeerd, zijn bevel om te vuren. Een volle kogelaag treft in de drom der Franse kurassiers. Paarden en manschappen storten naast en op elkaar neder. De samenhang gaat verloren. Wanorde ontstaat, de kracht van de aanval is gebroken. De kurassiers eilen terug in woeste en ordeloze vaart. De eerste charge op het vijfde militie is afgeslagen. Dit is een plaatje dat niets van het vijfde militie is, maar je ziet hier hoe dat leger dan in carré vorm gaat staan en zo zich wapent tegen die aanstormende paar. Maar zodra de cavalerie het strijdperk heeft verlaten, begint de Franse artillerie weer te schieten op het bataljon. En zo gebeurt het nog twee keer. En nog twee keer valt de cavalerie aan, nog twee keer worden ze teruggedrongen en nog twee keer komt de Franse artillerie in actie. En als dan de artillerie even stilvalt, komt de prins van Oranje er weer aan naar het 5e bataljon toegereden om ze te feliciteren met hun acties. Maar zijn oog ontdekt, volgende plaatje, zijn oog ontdekt achter de wegrennende ruiters een infanteriekolonne die op haar beurt ten aanval van het centrum, op het centrum der stellingen komt opgerukt. Zijn besluit is dadelijk genomen. Hij stelt zich aan het hoofd van Westenbergs soldaten. Voorwaarts, mijn brave, roept hij uit. En zwaaiende met de hoed, waarmee zijn volgers het punt van de aanval wijst, rukt hij met de kleine heldenschaar tegen de geduchte macht des vijands op. Jan. Yes. Nou, dat gaat dus helemaal fout. Dat begrijpt u. Je verdedigen tegen de overmacht is één ding, maar aanvallen tegen de overmacht is het stomste wat je kan doen. Dus die overmacht is veel te groot en de verliezen enorm en de prins moet zich met het 5e bataljon terugtrekken. Volgende plaatje. Maar inmiddels is het 4 uur geworden. Er naderen eindelijk vanuit het noorden, bij Quatre Bras, eindelijk geallieerde versterkingen. Allereerst arriveert er een regiment Nederlandse cavalerie, 1000 man sterk, waarvan de huzaren van Boreel direct ten aanval gaan. Maar die aanval gaat ook weer zo stom dat velen sneuvelen en de rest in paniek terugrijdt richting Quatre Bras. En daarbij rijden ze het 5e bataljon, althans wat er toen nog van over was, totaal overhoop. Achtervolgd door de Franse cavalerie. En dat levert het volgende, de volgende beschouwing op. En thans was ook voor het 5e militie het uur des ondergangs aangebroken. Dat bataljon stond in kolonnen geschaard op de steenweg toen de nederlaag plaatsgreep van Boreels huzaren. Ogenblikkelijk het carré te formeren en te vuren op vriend en vijand, dat was de handeling die hier door de rede voorgeschreven en gewettigd, door de drang van het zelfbehoud. Maar daaraan werd niet of niet tijdig genoeg gedacht. Zo groot was de indruk door het toneel van verschrikking teweeggebracht dat men rondom aanschouwde. En nu stortten zich dan ook, door niets weerhouden, kurassiers en huzaren, wild doorheen gemengd in de rijen van Westenbergs soldaten. En dat was dus het einde van het 5e bataljon landmilitie. Althans, voor wat betreft de strijd in Quatre Bras. Maar gelukkig, Jan, kwamen nu het elitekorps van 7000 soldaten van de Engelsen aanzetten. En zij waren eindelijk ter plekke en zetten onmiddellijk de aanval in en dreven de Fransen terug naar de posities die ze in die ochtend hadden verlaten. Quatre Bras was gehouden. Er was geen wicht gedreven tussen de Engelsen en de Pruisische legers. Integendeel, de volgende dag, Jan, trokken beide legers, de Engelsen en de Pruisen, zich terug naar de omgeving van Waterloo om daar gezamenlijk geslag te leveren met Napoleon. En de rest is wat dat betreft geschiedenis. Dus, het 5e bataljon had zware verliezen geleden. Er zijn bronnen die zeggen dat het bataljon op 16 juni 1815 uit 424 mans bestond, Jan. Waarvan die dag 70 sneuvelden, 124 gewond raakten en 109 als vermist werden opgegeven. Wat betrouwbaarder bronnen, die zeggen dat het bataljon die dag uit 580 officieren en soldaten bestond, waarvan er 39 sneuvelden, 140 gewond raakten en 28 als vermist werden opgegeven. En onder die 66 Arnhemmers sneuvelden er 4 en raakten er 19 gewond. En ook onze 3 Arnhemmers, die ik al eerder noemde, die kwamen niet ongeschonden uit de strijd. Rut van den Brim kreeg een kogel door de borst.
maar verwierf wel door zijn heldhaftig optreden de militaire Willemsorde. Benjamin Lohman kreeg een geweerkogel door zijn rechterbeen, net onder de knie. En Dirk Wagenaar had het de pech een van de vier Arnhemmers te zijn die op die dag bij Katrebas sneuvelde. Is de herinnering aan dat vijfde bataljon landmilitie nou echt verdwenen? Niet helemaal. Er is een plaquette geweest bij Quatre-Bras. Er staat aan de Nederlanders en hun medestrijders, verdedigers van Quatre-Bras, 15 en 16 juni 1815. Helaas, Jan, dat stond hier, maar dat is gestolen. Is het niet meer. Wat er wel is, Jan, is het volgende. In de kapel, de koninklijke kapel van de Jozefkerk in Waterloo, is er wel een plaquette. En daar worden, Jan, de Nederlandse officieren van het 5e bataljon gememoreerd die daar overleden zijn. En dan heb je nog bij de boerderij van Jean Coeur, heb je deze plaquette, waar weliswaar soldaten worden gememoreerd, maar dat zijn dus de Fransen en niet de Nederlanders. Kortom, mijn punt is dus, als u voortaan naar Velpen gaat en u komt langs dat monumentje, denk dan niet alleen aan Willem Frederik en al zijn wapenbroeders, maar denk ook aan, denk dan speciaal aan het 5e bataljon landmilitie dat vanuit Gelderland kwam en daar, bij Quatre-Bras, een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan de strijd tegen Napoleon. En zo zou je kunnen zeggen, maar dat ga ik ook aan Robin, zou je kunnen zeggen dat 66 Arnhemmers mede hebben gezorgd voor de overwinning op Napoleon? Zeker. Het hele 5e bataljon heeft geholpen aan de overwinning. Ja. Dankjewel. Nou, dat je toch bent, je ziet er zo geweldig uit. Kan je misschien even vertellen wat je allemaal bij je hebt? Nou ja, het uniform is als volgt. Soldaten hadden een grijze broek aan, van geitenwol. Is ook zo lekker warm nu. Daarover hadden ze de rokjas. Nou ja, ook van wol, ook lekker warm. Verder hadden ze een militair bij zich. Dat zijn onder andere de bajonet. Je kon ze op het geweer bevestigen. Ze hadden bij zich een... Wacht even. Een patroontas. Daar zaten natuurlijk de kogels en het kruid in. De veldfles om te drinken. En een broodtas om hun eigen spullen te doen en brood toe te doen. Oké. Okay. Ja. Zo duidelijk zijn er misschien vragen voor Robin? Ja. Maar ik kan er even zeggen dat het monument, eentje wat je net liet zien van Daalwerkhuizen, dat wordt op dit moment gerestaureerd. Ja, dat klopt. Het wordt gerestaureerd. Het wordt weer helemaal nieuw oud. Maar ik neem aan dat dezelfde tekst daarop blijft staan. Die ja, ja. Dat er niet al letters worden bijgeschreven. Ben ik niet, voorzitter? Nee, dat ben ik niet. Dat dacht ik ook wel. Ja. Zie je net trouwens mooi met de geweren hier? Dat zijn vuursteenmusketten, voorladers. En dat zijn de standaardgeweren uit die tijd van het 5e militie. Oké, Robert, dankjewel voor je uitleg. Dames en heren, dankjewel voor de presentatie. Dankjewel, Ondo Boonstra en Robin. Robin, wat zit er nou in zo'n veldfles? In de veldfles daar zit water of bier in. Mm-hmm. En in jouw geval? Water. Braaf is die. Dankjewel.